Dude, live up your life en welkom bij je nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic video. En deze keer zijn we in Electric Land. Je hebt een kleine boerderij geërfd en het is uitdaging een klein themapark in het midden van het velden en boerderijen te bouwen. Jouw doel, om tenminste 700 bezoekers in je park te hebben tot eind van oktober jaar 2, met beoordeling van minstens 600. Oké, eens kijken wat we eerst hebben. We hebben eens een grote oppervlakte, dat hebben we. We hebben een ballonkraampje. Misschien dat we hier zo een klein main streetje hiervan kan maken. Voor de mensen die mijn livestream gezien hebben, dat ik zo wat mooie dingen hier heb gemaakt. En ik heb zo dacht van laten we het ook terugbrengen. Dus misschien dat we dan hier het pad ook dubbel kunnen maken. En dan gaan we eens kijken wat voor kraampjes we hier allemaal. Oeh, we hebben een heleboel kraampjes. Oké, het informatiecentrum zetten we hier alvast voor. We kunnen ook natuurlijk onze werknemers niet vergeten. Natuurlijk, zonder werknemers zal ons park dan in het 100 lopen. Hé. Dus enkele mechaniciens ook nog aannemen. Ja, ik weet dat het regent, maar we gaan even dit eerst allemaal een beetje opknappen. Zodat het park al wat toffer lijkt, zoals hier. Die bewaker gaan we eens een keer verplaatsen naar hierop. Okay, dat vullen we weer de boel helemaal op. Hé. Misschien dan met zo'n hele boom in het midden. Zo. Oké, dat vullen we weer de boel helemaal wat meer op. Hé. Dan kan je misschien hier en dit pad, dat groen pad, misschien doortrekken helemaal naar het midden toe. Dan gaan we hier onze eerste achtbaan maar plaatsen. En natuurlijk gaan we ook de paden terug breder maken. Dan nemen we even de groen pad ook. Zodat de bezoekers dus natuurlijk hier niet aan de bomen kunnen. Zo hier het piratenschip, dan doen we hier de ingang en doen we daar de uitgang. Toen moeten we onze attracties niet vergeten. Hé. Anders is het niet echt een pretpark. Hé. Zo, die wachtrijken misschien met die groen doen. Zo. Als je om zoveel tijd prullenbakken hebben, kan het park niet vuil worden. Hé. Hier moeten we dat pad ook nog aanpassen. Zo, hier kan ook nog hekjes plaatsen, zodat de mensen niet in het water zullen vallen. Zo, dit pad kan weer ook nog breder gaan maken. Zo, dan hebben we dit gedeelte al een beetje opgeknapt. Alleen dit gedeelte dat kunnen we nog gebruiken. Een hamburgerkraampje kunnen plaatsen. Ja, biopost plaatsen. Kunnen we hier ook nog een bootje plaatsen als we willen. Zou je perfect hier kunnen passen. Dus we gaan even heel dit gebouw hier gaan slopen. Dat we hier geld kunnen verdienen vooraf te kunnen lenen. Deze keer bouw ik de turbine niet. Als je denkt van waarom bouw ik de turbine niet? Maar ik vind dat deze ietsje meer nu in het park. Kan ook zijn dat die standaard is, dat die gewoon in de lucht staat. Ik denk eerder dat het standaard is. Wacht, even eens kijken, dan gaan we dit hem gewoon. Dan hier ook al 5 euro voor vragen, of 5 euro. We gaan gewoon aan de 8 euro gaan hiervoor. Dat is al een serieuzere nachtbaan. Dus hier gaan we ook al 5 euro voor vragen. Natuurlijk gaan we ook dit pad weer gaan uitbreiden. Oké, hier is het ook heel druk. Kijk, dit goed, telkens vol hier ook. Zo, ons park moet proper blijven natuurlijk, dat is het belangrijkste. We hebben geen kots op de grond of vulligheid langs de paden. Normaal gezien kan het niet dat er ergens vulligheid ligt met al die vuilnisbakken. Met al die vuilnisbakken dat we geplaatst hebben, kan Splash maar niet voorroven. Oké, misschien 7,50 euro van vragen. En zo hebben we eventjes terug doorgespoeld. Ondertussen heb ik hier wat afbetaald hier aan de bank uit. Het is ondertussen al 1 juli. En ik zou niet weten waar de bezoekers verloren kunnen lopen. Ah. Hier zijn onze verloren bezoekers. We gaan even snel in park plaatsen. Onze verloren bezoekers. Natuurlijk is dat niet goed voor je park, dus. Zo, we hebben ondertussen ook een koekjeswinkel bijgekregen. Dus we gaan hem hier ergens in park plaatsen, de koekjeswinkel. Misschien dat we hem hier kunnen plaatsen, naast die ballonkraak. Ik heb gezien dat we ook nog een circus hadden. En de circus kunnen we eventueel ook nog plaatsen. Ondertussen al onze schulden al afbetaald. Oh yes. Oh yes, een piratenboot die over de kop gaat. Love it. Deze kunnen we misschien dan hier plaatsen. Doen we hier. Oei. Even opnieuw. En we hebben het gehaald. Met een waarde van 100.202 euro. Oké, ik had eventjes een vrees dat ik niet ging halen. Maar we hebben het gelukkig gehaald. Zie ik al die ballonnetjes hier in de lucht vliegen. Mooi om te zien.
Dus we hebben het gehaald. Even mijn naam invoeren. En vond je dit een leuke video? Geef dan maar zeker al die duim omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even dit belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. Laat in de reactie naar wat je van deze video vindt. Stuur zoveel mogelijk door naar al je vrienden. En ik zie je terug in de volgende video.